Hoi iedereen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Het ging er net echt... Ja, ik heb echt iets van 10 keer opgenomen, maar het ging allemaal fout. Allemaal ging Bandicoot fout. Ja, dus het ging allemaal niet goed. Dus dit is nu aflevering 3. De goocheltruc ging niet helemaal goed. Er is een hoop gebeurd, ik heb een hoop missies gedaan. Maar ja, ik heb denk ik niet te veel tijd om het te oefenen. Of te oefenen, om het te vertellen. Ik moet mijn kamer namelijk ook opruimen. Overhandig James de betaling. Waarom heeft hij betaling nodig eigenlijk? Want, ja... De anderen hebben helemaal niet betaald gekregen van waar het aapje het gestolen heeft. Maar James dus wel. Maar goed, ik snap het niet helemaal, maar goed. Wat is dat? Wat is dit? Knop. Oh, wacht, moet ik me aanmelden voor de goochelshow of zo? Geef de vergunningspapieren aan Isabel. Ja. Isabel, kom eraan. Ja. Er heet ook iemand van mijn klas, Isabel. Zo. Oké, spoedlevering. Waar moest ik nu naartoe? Lopend. Haal Isabel's pakketje van het postkantoor in Silver Glade. Ik heb er niet zo heel veel zin in vandaag, maar... Ja, ik maak er het beste van voor jullie. Want anders heeft het opnemen helemaal geen zin. Dat paard wil ik misschien gaan kopen. Ik denk dat ik genoeg heb, maar dat weet ik niet zeker. Of ik heb 900 nodig. De IJslander heb ik nog niet, maar... Ja, dat voel ik ook niet van, die moet ik echt hebben of zoiets. Nou ja, ik wil die wel heel graag. Alleen, ik ben nog maar level 14, dus ik kan nog niet naar Epona. Zo, geef Isabel haar spullen. Wow. Waar was het ook weer? Oh, kom op, ben ik het nu alweer vergeten? Pinta? Ja, ik geloof het wel. Voor Pinta! Ja! Ik word dadelijk thuis opgehaald door een van mijn moeders vrienden. Niet dat je denkt van mijn moeder heeft een vriend of zo, maar ja, een van mijn moeders vrienden. Oké, daar moet het zijn. Zo, uitpakken. Zij is level 10. Zij maakt deze missie nog niet. Buskruid. Oh, moet ik het vuurwerk aansteken? Oh, dat moet ik van mijn paard af doen. Stom. Vind ik altijd zo stom. Dat ik van mijn paard af moet om iets te doen.
Maar het is wel realistisch soms. Dus ja, dan doe ik dat maar, hè. Zo. Oké, dan zijn we klaar. Wat nu? Zo. Bind de lonten aan elkaar en praat daarna met Isabel. Lont. Zo, Isabel, daar ben je. Zet alles klaar voor de show en praat daarna met Isabel. Zo. Deel flyers voor de goochelshow uit. Praat daarna met Isabel. Dat lijkt meer op geld trouwens. Of op foto's of zoiets. Maar niet op flyers. Maar goed. Daar moet er eentje. Een goochelshow? Spannend. Oké, waar nog meer? Wie wilt er een flyer? Daar wilt er wel iemand één. Daar wilt de grond er wel één. Of een plant. Daar wilt een plant er één. Ik houd van magie. Nou, houd jij lekker van magie, meis. Jij ook. Plant. Misschien word je later wel een mens na die goochelshow. Ik hoop het voor je. Dan moet ik tot morgen wachten. En dan heb ik zeker geen. Ja, ik heb geen missies meer. Dan moet ik dit maar doen. Nou ja, ik denk dat ik de aflevering af ga sluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En als jullie het leuk vinden, doe het blauwe duimpje omhoog. En als jullie het niet leuk vonden, alsnog. En dan zie ik jullie later. Doei!